Ja, dankjewel Gert-Jan. Dames en heren, wat geweldig dat het hier weer kan. Heerlijk begon die Voorthuizen. En waar kan het anders dan in Voorthuizen? Ik denk dat we het met elkaar eens zijn dat er heel veel culinaire ondernemers zijn die hier een plekje krijgen en er een geweldig feest van maken met elkaar. En niet voor de eerste keer, voor de 9e keer maar liefst. En dat is hartstikke leuk. En het is gewoon een traditie. En ik hoop dat die ook nooit verloren gaat. Maar met mensen zoals jullie gaan dit soort evenementen door. En dat is dus niet alleen dankzij deze drie heren, maar dankzij ontzettend veel vrijwilligers. En ook die ontzettend bedankt dat jullie dat hier mogelijk maken. En natuurlijk al die standhouders hier. Ik ben ze net allemaal even langs gegaan om succes te wensen. En ik heb al gezien hoe professioneel en lekker het eruit ziet. Dus laat het u allemaal smaken. Het culinaire hart van Voorthuizen op dit moment. En dat is hier bij Crescendo. En Crescendo maakt dat mogelijk. En dat is natuurlijk een mooie manier om de verenigingskas een beetje te spekken. Maar jullie geven daarmee ook iets aan de samenleving van Voorthuizen. Niet alleen voor onze oren, hè, met orkesten, optredens en dergelijke, maar nu ook voor de innerlijke mens. En hoe fijn is dat dat kan? En ik noemde al even hier de culinaire ondernemers, maar er is er eentje die natuurlijk mist en dat is het Herretje. En ik denk dat we met z'n allen om hen heen staan en dat we hen heel veel succes wensen om straks weer te mogen ondernemen. En dat we daar ook weer mogen genieten. Dus dat vind ik wel even belangrijk om te benoemen. Kortom, we gaan hier een lekker feest van maken, vooral lekker. Enorm genieten met elkaar en tot in late uurtjes veel gezelligheid. En ik mag het hier begonningsvoorthuizen dan officieel openen. En ik heb het altijd een keer al willen doen en nu mag het echt. Bij deze beste mensen, ondernemers, gasten, vrijwilligers en iedereen die hier is, heel erg veel plezier. En hierbij verklaar ik Bourgondisch Voorthuizen officieel voor geopend.